In de Kamerbrief over toptalenten stelt Sander Dekker vast dat 2/3 van de leerlingen zich meer of minder vaak ontzettend verveelt op school. En mijn naam is Tel Koenderink, ik ben de oprichter en hoofdtrainer van Novlo, waar we al jaren scholen begeleiden om meer met talent in het onderwijs in de praktijk te doen. En ik ben echt ontzettend blij met die brief, dat eindelijk op de hoogste niveaus van onderwijs bij het ministerie van OCW niet alleen de realisatie is dat er iets moet gebeuren, maar dat er ook tot een zekere mate de hand in eigen boezem gestoken wordt en gezegd wordt van hey, misschien ligt het ook deels aan de regels. 20% van een leerling met een 5,50 op een CITO, die maakt niet binnen 6 jaar het VWO af. We merken dat als we kijken op het hoogste niveau van rekenen, leesvaardigheid en science, dat we eigenlijk maar 4% van onze leerlingen het topniveau halen tegen misschien wel 40% van de leerlingen in Singapore. Dus dat zijn natuurlijk dingen waar de heren en dames in de politiek zich ook zorgen over maken. Maar het mooie is dat daar vanuit redelijk concreet actieplan is gekomen hoe we de komende jaren met talent omgaan. Specifiek zie je dat Dekker zich op 3 gebieden inzet. Enerzijds overal voor het hele onderwijs en dan hier specifiek ook nog stukken voor het BO en het VO. Als je kijkt overal zijn er 5 punten waar hij op in gaat zetten. Hij gaat 10 miljoen extra inzetten bovenop de 20 miljoen die al gereserveerd is in het vorige jaar om dit toptalentenprogramma uit te werken. Hij gaat aan de slag met School aan Zet. De huidige ondersteuningsfaciliteiten die er zijn, die worden uitgebreid. En scholen worden daardoor op lokaal niveau geholpen om verder uitwerking te vinden van dat toptalentenplan. Je ziet als derde dat talent stimuleren, met de website talentstimuleren.nl, ook netwerken op gaat zetten. Zodat er 8 netwerken in Nederland zijn waarbij scholen en talentcoördinatoren bij elkaar kunnen komen en kennis kunnen uitwisselen. Er wordt ingezet als 4e op ICT en gepersonaliseerd leren, zodat er meer individuele leerlijnen mogelijk zijn. En er wordt heel specifiek gekeken naar het dossieroverdracht. Dat er van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs meer talent overgedragen wordt en informatie over die talenten, zodat die leerlingen al vanaf het begin beter begeleid kunnen worden. In het basisonderwijs zie je vooral dat er op 4 gebieden ingezet wordt. Ten eerste wordt er gestimuleerd dat er meer geëxperimenteerd kan worden. Dat bijvoorbeeld de jaarlagen losgelaten kunnen worden. Dat leerlingen op een andersoortige manier door een school heen gaan. Dat een aantal koplopers dat gaan doen. Ten tweede gaan ze heel specifiek kijken naar de schoolinspectie. Op welke manier kijkt dat toezichthoudende instituut nou naar de school en gaat specifiek ook kijken hoe ga jij met die toptalenten om. Als derde gaan ze specifiek investeren in scholing, expliciet met een poging om juist academische leerkrachten voor de klas te krijgen en academische pabo's op te zetten. En als vierde zie je dat dus die ondersteuningsonderdelen moeten leiden tot een veel uitgebreidere, compacte verdiepen en verrijken. Dus dat er een veel gedifferentieerd onderwijsaanbod is, eigenlijk vanaf het begin dat zo vroeg mogelijk op gesignaleerd wordt. In het voortgezet onderwijs zie je ook dat er op 5 verschillende punten ingezet wordt. Als eerste wordt er een talentcoördinator op elke school ingesteld. Als tweede zie je dat, wat ik al eerder gemeld heb, die onderwijstijdsregels. Dat ze aan het kijken zijn of buitenschoolse activiteiten bijvoorbeeld ook officieel als onderwijstijd zouden kunnen gelden. Er komt een officiële erkenning voor het cum laude. En ze zijn aan het kijken of ze het bedrijfsleven kunnen stimuleren om beurzen te creëren. Juist voor die toptalenten. Wat kun je hier nou mee doen en hoe kunnen we je daarbij helpen? Nou, er zijn grofweg 3 dingen die we voor je kunnen doen. Als eerste kunnen we je vrijblijvend helpen om te inventariseren wat de huidige situatie is. En stap 2 is, hoe kunnen we dat dan koppelen aan best practices? De 3e optie die je hebt, is om een opleiding te komen volgen. We hebben specifieke opleidingen tot talentbegeleider, van een verkorte opleiding van 4 dagen tot een compleet 2-jaar traject om je echt als gevorderde talentspecialist op te leiden om te zorgen dat jij binnen jouw school zelf dat beleid op kan zetten en dat je die leerlingen kunt gaan coachen, kunt gaan begeleiden, de juiste materialen erbij kunt vinden en op die manier een plek kunt creëren op jouw school voor toptalent.